Niels staat hier super sexy in zijn ontbloot bovenlijf. Maar kom binnen. Jongens, dit wordt even niet gefilmd. Goedemorgen, we zijn hier op Amsterdam Centraal voor de opnames van Versus. En we gaan dus gewoon Pokémon spelen. Fucking grappig. Ik word Pokémon trainer en de meiden hier achter mij die krijgen dus een Pokémon-pak aan. Wij zijn wel echt. We zijn wel leuk. Weet je wat we vroeger altijd zeiden, dat wij een beetje op elkaar leken? Klopt. Ik vind het heel leuk, maar ik ga wel inmaken. Nee, ik ga jou inmaken. Ik heb een hele andere outfit. Ja. Oh, krijg ik ook een outfit? Ja. Als jij een trainer bent, wil je? Ben je dan ook nog? Jij krijgt ook dit hoor. Je ik mij krijg ook een outfit. Je kan me wel nu gaan uitlachen, maar jij moet ook gewoon dit. Oh my god. Maar wie word ik dan? Word ik nee. Ash Ketchum? Kijk eens. Ah, Team Rocket. De eerste challenge zit erop. En wij hebben verloren. En dus wij moeten nu iets eten. Maar dat vind ik iets minder leuk. Dus ik ben heel benieuwd wat we dan moeten eten. Maar Fem, gefeliciteerd hoor. Ik vind het knap. Respect. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vond het ook leuk. Liz, wat moeten we doen? Wat is onze tegenprestatie? We moeten deze... Bean... Oh, is het Bean Boozle Challenge? Ja. Online staan. Smakelijk eten. Smakelijk eten. We staan nu klaar om de tweede challenge op te nemen. Hier achter mij heeft iedereen er zin in. Jullie hebben net gewonnen, wij gaan nu winnen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Only know you've been high when you feel alone. Only take the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Onze woonkamer is echt awesome, vind ik zelf. Nou, we vinden het allemaal. Meiden, wij hebben echt de beste woonkamer en we hadden sowieso het beste huiskamerconcert. Wij hebben het echt fucking goed gedaan. Mega goed gedaan. Ja, inderdaad. Ik vind ook dat wij hebben nog best wel, het ziet er toch best wel leuk uit. Ja. Ik ben nu op dit moment in Vilvoorde in België, dat is vlakbij Brussel. Ik heb er echt 4,5 uur over gedaan, want ik moest precies in de spits rijden. Maar goed, ik ben aangekomen. Ik ben samen met Joyce en nog een paar andere bekende Vlamingen. Ben ik de gast in het VTM-programma Er is Wifi in Tahiti. Ik heb er vet veel zin in. Volgens mij zijn het echt allemaal te grappige spelletjes die we moeten gaan doen. Dus ik kan echt niet wachten. Dus ik zeg, let's go! I tried to fight, oh Lord. We zijn binnen en ik ben in de kleedkamer met Joyce. We hebben net een outfit uitgezocht. En ik ga deze broek aandoen. Met deze schoenen. En dit shirtje. Maar die moet dus eventjes gestoomd worden. Want er zitten heel veel kreukels in. En dit vestje. Dus ik ga hem eventjes wegbrengen. Zodat die... Weet je waar dat is, Joyce? Ja. Hier in de gang en dan moet je draaien en dan ga je zo'n kamertje zien met stoom en met strijkijzer. Oké, nou, ik zeg op zoek naar de strijkijzer. Oh, dit is trouwens de andere kleedkamer. En hier zit de make-up. Op zoek naar het stoom. Niet hier. Nee. Waar moet het dan heen? Briefing. Ah, ik zie kleding. Ik denk dat het hier is. Hier op de achtergrond, hier, zijn ze dus al een andere aflevering die aan het opnemen. Dus deze mensen die zijn nu al aan het beginnen en wij moeten ons nog helemaal gaan klaarmaken.
toen zaten we in de make-up. Make-upje wordt bijgewerkt en een stukje mooier gemaakt dan wat ik er zelf van heb gemaakt. We can do together, mooie witte ballen. If we just try. And as long as we have our backs, we'll never our thoughts combine. Touch AF cancelled, wat wil dat zeggen? Dat je de touchscreen niet meer werkt. Ah, oké. Ik heb het al kapot gedaan. Sorry, lief. Dus Lisa is druk bezig, dan gaan wij ondertussen kijken backstage. Mooie gele gangen. Mooi. En hier is de green room en hier wordt gekeken naar de aflevering. Dit is mijn loge. Voilà, dit is van mij. Ik zit niet bij Lisa, want Lisa, dit is hier. Zit naast mij. Voilà, eigenlijk vooral lege gangen. Meer niet. Maar straks dan wordt het spannend. Mijn make-upje zit erop en mijn haar is ook helemaal mooi in de krul. En Joyce zit nog in de make-up. Joyce is lekker aan het kletsen. Het is altijd gezellig met Joyce. Hé, hey, Joyce. Ik heb. Ja, nee. Jij. Zeg, wat zie je er? Heet uit. Nou, jij ziet er anders ook heet uit. Ik moet oppassen, want ik heb een masker in mijn oog. Niels? Are you decent? Kijk! Sexy! Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal. Wat zijn we nu aan het doen? Aan het vloggen. Voor mijn YouTube kanaal. Aan het vloggen. Niels staat hier super sexy in zijn ontblote bovenlijf. Maar kom binnen. Hey, doei! Moet ik de antwoorden al kennen? Ja. Zullen we even de antwoorden doorspreken? Ja. Jongens, dit wordt echt niet gefilmd. Oké, briefing. Ja, briefing. Briefing. We hebben met z'n allen een briefing. Dit is ons team. Team Joyce. Team Vera. En Carlo. En Lisa. Zeg, dat is wel echt tof, hè? Goed, hè? Je kan jezelf zien. Dat doe ik even. Een vlogcamera. Is dat een vlogcamera? Ja. Vlogcamera. Geef een dikke like en abonneer op de vlog. Dinges. Er wordt even aan je borst geknipt. Is dat normaal? We gaan ze afmaken. Niels, even een dank u. Nou, dat was hem dan. Wij hebben wel verloren, maar het was wel heel leuk. En ik had best wel veel dingen goed ook. Want straks gaan we op met Lisa en Joyce als zij gaan spelen. Tot zo. Ja, Lisa! Ga je! Nee! Ik lig lekker in bed en hiernaast ligt Joyce te slapen samen met haar vriend. En ik heb ook nog eens de Beatles die over me waken terwijl ik slaap. Moet je kijken. Ik ga het licht uit doen en lekker slapen. Dat was mijn video voor deze week. Het was echt super gaaf om die opnames met Versus te doen. En het was ook zo grappig om mee te doen aan is er wifi in Tahiti? Ik zei de hele tijd er is wifi in Tahiti, maar het programma heet dus is er wifi in Tahiti? Dus dat had ik een beetje fout gezegd. Ik ben deze week de hele week aan het vloggen en dat komt volgende week online. En dan zien jullie ook de beelden van Maatje. Dus daar moeten jullie nog heel eventjes een weekje op wachten. En ik heb natuurlijk mijn Charlie Temple bril op. Maar dat betekent dat ik vandaag 5 winnaars bekend ga maken. Die de giveaway hebben gewonnen. Dus, zijn jullie er klaar voor? Jij krijgt een bril, jij krijgt een bril, jij krijgt een bril, jij krijgt een bril en jij krijgt een bril. Yes! Super gefeliciteerd met jullie bril. Stuur me even een privéberichtje op Instagram. Ik zal je ook wel proberen te contacten en dan laat ik weten
hoe je aan die bril kan komen. En dan ga ik nu mijn video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zo ja, geef even een duim omhoog. Daar word ik blij van. En als je nog niet geabonneerd bent, druk dan even op die abonneerknop. Want dan hoor je ook gezellig bij de YouTube-familie. En dat vind ik gezellig. Nou, hele dikke kus voor jullie. En ik zie jullie volgende week. Doei!